Goedemorgen kijkers van Hallo Thuis. Vandaag is het een zondag en dat is voor heel veel mensen ook een rustdag. Maar ja, in deze tijd lijkt het wel alsof elke dag een rustdag is. Veel winkels zijn vanwege de crisis gesloten en veel mensen werken thuis. De straten en de pleinen zijn zo goed als verlaten en er is ook heel veel minder verkeer op de weg. Een heel andere sfeer dus dan tot voor kort, toen er veel meer lawaai was en haast. Denk maar eens even aan dat liedje van Herman van Veen. Opzij, opzij, opzij. Maak plaats, maak plaats, maak plaats. Wij hebben ongelooflijk haast. Opzij, opzij, opzij. Want wij zijn haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd. We kunnen nu niet blijven. We kunnen nu niet langer blijven staan. Een andere keer misschien. Wat is het dan nu anders, hè? Dat lees je ook in de kranten, want naast alle zorgen over de coronacrisis zijn er ook heel wat mensen die zeggen dat ze juist vanwege de rust en de kalmte, die er dus tegenwoordig veel meer is, weer meer kunnen genieten. Kunnen genieten dat ze echt even rust hebben in hun hoofd, dat ze kunnen genieten van elkaar en kunnen genieten van de natuur. En dat is natuurlijk weer de goede kant van alle slechte dingen die er zijn. Want het is echt voor ieder mens goed om af en toe eens even rust te nemen. En daarom wens ik iedereen vandaag een fijne zondag. Een heerlijke rustdag toe. Tot morgen!